terwijl Opel in bijna elke populaire klasse wel een model aanbiedt, ontbraken ze nog in één klasse en dat was die van de compacte SUV. Maar daar komt met deze Opel Mokka nu verandering in. Deze Mokka is er vanaf €21.995 en het is typisch zo'n auto van nu. Compacte buitenmaten, hoog op de pootjes en toch een hoge koets zodat je veel binnenruimte hebt. En ik moet zeggen, hij ziet er wel heel erg stoer uit hoor, vooral hier van voren. Kijk eens wat een dikke neus. Deze Mokka is er met tweewielaandrijving en met vierwielaandrijving. En met die vierwielaandrijving zegt Opel dat je er ook de modder mee in kan. Ik raad er toch een beetje af, want dit is natuurlijk geen terreinauto, hè? Maar goed, voor terreinrijden is deze auto ook helemaal niet bedoeld. Hij is ontworpen om je gezin in te vervoeren. Of lekker veel boodschappen in te stouwen. Of je hobbyspullen. En, lukt dat een beetje? Ja, dat lukt prima. Kijk, om te beginnen heb ik al een hoge instap. En ik heb hier meer dan voldoende ruimte. Zowel voor mijn benen als voor mijn hoofd. Deze wangen hier van die stoelen, die zijn heel goed, die bieden veel zijdelingse steun. Alleen, het maakt de zitting ook wat smal. Je zit al snel bovenop die wangen als je wat groter bent. Nou, wat heel goed geregeld is in deze auto, dat is bergruimte. He, dit is een gezinsauto, dus je wil zoveel mogelijk ruimte. Nou, hier is een vak voor spulletjes. Hier is een vak om een flesje water in te kunnen doen. En hier nog een vakje met nog meer drinken. En dan hebben we hier nog een keurig klein vakje en nog een grote jongen hier beneden. En dan zitten er in de deuren ook nog vakken. Echt hartstikke goed. Het kenmerk van alle Opel dashboards, dus ook van deze, is er zitten heel veel knopjes op. Dat is niet echt gebruiksvriendelijk. Nou, verder zit de kachel wat aan de lage kant, zodat ik mijn ogen van de weg moet halen om hem te bedienen. Dat is ook niet echt handig. Wat wel goed is, zijn de meters. Die zijn echt heel erg goed afleesbaar. Nou, dan wou ik nog even hebben over het zicht rondom, want dat is niet echt goed. Je kijkt nu vanaf de plek van de bestuurder en je ziet dat deze raamstijl, deze hier in het midden en vooral deze achterste behoorlijk wat zicht wegnemen. En die donkere ruiten, die helpen ook niet echt. Verder kun je op de Mokka heel veel veiligheidssystemen krijgen. Al moet je daarvoor wel diep in de buidel tasten. Zo kun je verkeersbordherkenning krijgen. Lane departure warning, dat je waarschuwt als je uit je rijbaan raakt. En een systeem dat bij lage snelheden automatisch remt als er een aanrijding dreigt. Op de testauto zit ook nog eens een achteruitrijcamera. Deze versie is uitgerust met een 1.4 turbomotor en die is goed voor 140 pk. Dat klinkt best wel veel en sterk. Maar dat valt in de praktijk best wel tegen. Tot 2000 toeren gebeurt er eigenlijk maar weinig als je op het gas trapt. Dus je moet constant schakelen om een beetje op te schieten. Nou, verder moet ik het even over het weggedrag hebben. Ja, je voelt het al, dat is niet echt verfijnd. De auto kan op hobbelige wegen de bobbels gewoon niet echt mooi wegfilteren. En dat is best vervelend. Nou, na al deze kritische noten, wat positiever nieuws. Want hier scoort de Mokka echt op ruimte. Kijk, als ik alles omlaag gooi, heb ik 1,53 meter laadruimte. Ik zeg, op naar IKEA! Ben je op zoek naar een auto met een verfijnd weg- en stuurgedrag, dan is de Opel Mokka misschien niet de ideale. Maar ben je op zoek naar een auto met veel binnenruimte, een hoge instap en een concurrerende vanafprijs, dan is het zeker wel je auto. Nog even over die prijs. Als je de allergoedkoopste versie koopt, zorg dan in elk geval dat je er een airconditioning bij bestelt. Dan is die over een paar jaar, als je hem weer verkoopt, veel makkelijker te verkopen. Maar eigenlijk is onze tip, ga voor één niveau hoger. Dan heb je gelijk veel meer spullen en dus ook veel meer auto.